Dit worden de beste aardappelen van het dorp. Jullie gaan echt smullen. Farming Simulator 2022. Vandaag gaan wij voor één dag een aardappelenboer worden. Smash even die like als jij morgen niet met 10 kilo aardappelen in je rugzak naar school wil gaan. En laat even in de comments weten wie jij nou echt een grote aardappel vindt. Dit hebben wij nog nooit gedaan in Farming Simulator. Maar dit is een beetje hetzelfde principe als, ja, gewoon een normale crop. Alleen het harvest gedeelte is iets anders. Want voor aardappelen gebruiken we... Hallo, hoe ga ik naar de winkel? Oh ja, hier, sorry. Het is weer even een tijdje geleden. Voor aardappelen gebruiken we potato technology. Dat is nogal logisch. Dit is dus het ding wat we gaan gebruiken. Zoals je ziet gebruiken we niet een normale combine. Nee, we gebruiken zo'n mega ding. En kijk even hoe sick deze machine eruit ziet. Als je de druivenmachine al sick vond, dan vind je deze nog sicker. Want ik weet niet. Gewoon, er zijn zoveel bewegende onderdelen in deze machine. Als iemand exact weet hoe dit werkt, laat dan even in de comments weten. Zo te zien heb je hiervoor natuurlijk een opraapdingetje. En die plukt ze volgens mij. En dan gaat het hier op de lopende band. Ja, wat natuurlijk het bijzondere is aan aardappelen, is dat je ze rechtstreeks weer in de grond kan planten. Je hebt geen zaadjes nodig of zo. Dus volgens mij is hier het stuk. Hier komen echt de aardappelen. Volgens mij. Ik weet het niet zeker. We gaan het zo allemaal zien. Deze gaan we als eerste even kopen. Wij gaan meteen voor de big guns. En waarom staat dit hier? Oh ja, ik was vergeten. Ik had een mod dat je winkelitems meteen naar je land kon teleporteren. Oké, wauw. Dit ding is echt mega. En hij is niet eens uitgeklapt, hè. Want volgens mij gaat dit gele ding ook nog een stukje naar achter. Ja, en dit ding aan de voorkant klapt ook nog uit. Wat, en heb je daaronder zo die wielen? En ik kom er ook nu pas achter dat we ook echt een veel te klein landgoed hebben. Om dit apparaat echt efficiënt te gebruiken. Kijk hoe mega dit ding is. Ik kan niet eens een bocht maken hier met dit ding. Misschien was het niet zo'n goed plan. Als eerste moeten we eventjes dit veld gaan prepareren. Want dit veld is nu echt een wasteland, zoals jullie kunnen zien. Letterlijk alles is dood. Deze canola was echt 2 jaar geleden geplant of zo. Letterlijk echt in-game. En het is nog wel 50% fertilized. Alleen er zijn large weeds. En het heeft rolling nodig. Die rolling gaan we gewoon negeren. Maar de weeds moeten wel echt even weg. En we moeten hem nog een keertje fertilizen. Dus we pakken maar even een trekker. Even kijken. Deze kiezen we uit. In welke berm ligt mijn cultivator? Dit is alweer geen goed teken. Even serieus. Waar is mijn cultivator? Oh, daar. Oh, ik ben zo blind. Oké, daar gaan we. Met de John Deere trekker. Ja, die heeft er wel genoeg power voor natuurlijk. Deze gaan we eventjes aan het werk zetten. In de vorige video gebruikte ik een hele hoop fancy mods. Om heel eerlijk te zijn. Dan heb ik echt geen idee meer hoe die dingen werken. Dus we gaan het gewoon op de ouderwetse manier doen. Gewoon weer een domme Farming Simulator helper. Oh, jezus. Oké, dit is wel echt ruig terrein. Oké, ik kan die helper niet blamen dat hij een paar dingen mist. Maar de mensen hebben altijd commentaar op het bouwsysteem in Farming Simulator. Maar dat is ook wel een beetje verschrikkelijk. Het is letterlijk zo riskant om iets te bouwen. Het is echt gewoon een soort slotmachine. Echt een casino. Dan wil je hier mooi een huisje neerzetten. En dan zet je hem neer en dan boem. Is er ineens een hele heuvel of zo. Dan zet hij hem 10 meter in de lucht. Het is echt... Ja, ik vind het eigenlijk best wel grappig. Wacht, hij is niks aan het doen. Je slaat hier een heel stuk over. Dan moeten we zo nog een beetje opruimen, omdat deze guy zijn werk niet doet. Even kijken, kijk, het is nu niet meer withered. Oh, jawel. Oh nee, hier niet, maar hier wel. Oh nee, kijk, het is niet withered, als we een beetje goed kijken. Dan moeten we hier hierna alleen maar het onkruid weghalen. En daarna kunnen we gaan zaaien. Trouwens, het is niet zaaien. Het is planten. Dat ben ik helemaal vergeten. Sorry, we gaan van de hak op de tak. We hebben dus geen seeder nodig, maar een planter. Omdat, ja, een aardappel, die plantje, die heeft geen zaadjes, zeg maar. Ik wil denk ik niet gewoon een 3 meter pakken. Dat vind ik wel erg klein. Ik denk dat we gewoon voor 4,5 gaan. Of voor 6. Maar dat is misschien al een beetje overdreven. We gaan voor de 6. We gaan voor de 6. Even kijken. Dan kunnen we dus... Kunnen we aardappelen? We kunnen geen aardappelen. Ben ik nou blind? Is dit een aardappel? Nee. Nee, dat is geen aardappel. Oké, geen van deze dingen plant aardappelen. Dan doe ik denk ik iets verkeerd. Ik ben dom, het spijt me. Je moet gewoon bij potato technology, wat een beetje onduidelijk is. Maar is dit dan ook een planter? Harvester digs de potatoes. Oh, nee, dit is een harvester. Oké, ik ben echt benieuwd hoe dat eruit gaat zien in Farming Simulator. Ik denk dat het net zoals de druiven er echt heel erg cool uit gaat zien. Before potatoes can be harvested, the foliage needs to be cut.
Oh, echt? Oh, dat is best wel sick. Dat wist ik helemaal niet. Dan kopen we denk ik deze cedar. 6 meter vind ik genoeg. Ja, dit ziet er prima uit, joh. Deze kopen we. Bam. Oh ja, we hebben natuurlijk genoeg geld, want we hebben alles verkocht. Huh, maar hoezo kopen we hier vervolgens zaadjes? Dat is toch het hele ding van aardappelen, dat je geen zaadjes nodig hebt? Of ben ik nou gek? Blijkbaar wel. Ik dacht dat ik het goed had onderzocht. Jullie zijn al comments aan het typen. Alle aardappelenboeren in de comments. Het spijt me. I got it wrong. En dan ga ik ook nog even voor de zekerheid zaadjes kopen. Dus dan kopen we hier even een pallet zaadjes. Hoeveel pallets willen we? 10? Oh, ik kan niet meer kiezen. Jammer. Oké, dan kopen we 1 pallet zaadjes. Dat vind ik mooi. Zo. Oh nee, kijk, hij doet het best wel prima. Yo, hij kart echt op dit veld. Jeetje, Mina. Dan moeten we zelf zo meteen dit stuk nog even doen. Maar dan gaan we even met een andere trekker de ding bij de winkel ophalen. Hebben we überhaupt nog iets? Oké, dit is best wel een joekel. Ik weet niet of dit kleine ding dat aan kan. Want, oh, dit is gewoon een Macy Ferguson. Oké, ik zie jullie al die haatcomments typen. Hoe de hel zeg je dit? Hoe zeg je dit? Oké, deze connecten wil even. Kunnen we dan de zaad... Ja, oké, blijkbaar heb je dus wel zaadjes nodig. Ja, maar dit zijn gewoon aardappelen. Je doet er gewoon aardappelen in. Kom op. Voor deze keer zie ik het door de vingers. Deze klappen we even uit. Deze zetten we uit. Mooi. Oké, dan zijn we lock and loaded. Oh, dat ziet er zo satisfying uit. Kijk dit. Oei, 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 dat ziet er echt heel satisfying uit. Oh ja, trouwens, intussen, tussen de vorige video en deze video, ben ik even naar de gym geweest in farming. Hier ben ik naar de lokale gym geweest, daar verderop. En ik ben dus nu echt mega sterk geworden. Hier, even kijken, bij deze mulcher. Kijk dit. Oh, kijk hoe sterk ik ben. Ja, ik werd daar zo gek van. Want soms had je heel je kar ingeladen. En dan bam, beukte de laatste. En dan vliegt alles 80 meter de lucht in. En ja, er zijn meerdere rage quits geweest in mijn privéwereld. Dus ik had even een super strength mod. Oh mijn god. Ik ga naar de hemel. Yo, later. Oké, dat vond farming niet leuk. Wat was dat? Kan ik ook mezelf lanceren? Oké, we zijn heel erg aan het sidetracken. Kom op, spring. Oké, nee, ik kan niet echt mezelf laten vliegen. Oké, we zijn heel erg gesidetracked. We gaan weer door. We kunnen hem alvast eventjes uitklappen, want ik ben hartstikke benieuwd. Sowieso moeten we even aan de kant, want ja, Ryan is recht tegen mijn nieuwe machine aan. Here we go. Hoe werkt dit? Unfold. Ja, dan gaat hij zo de wieltjes naar binnen. Ja, die poppen ineens weg. Ik weet zeker dat het ook zo in het echt werkt. Oh, wow, wow. Ja, dit bedoel ik. Dit is toch zo sick. Damn, het voelt echt als een transformer. Weet je wel dat je als kind vroeger die hele ingewikkelde transformer, zo'n mega Optimus Prime, en die duurde dan echt 4 minuten om helemaal in elkaar te klikken. Zo voelt het een beetje. Hier, deze ding hier aan de zijkant. Ja, ik kan het niet echt aanwijzen. Maar die klapte naar buiten. Dan had je hier deze lopende band. Maar waarom is hier dan zo'n soort doekje? Ik vraag me af wat dat doekje is. Kan iemand dat uitleggen? Waarom hebben trouwens grasmaaiers sowieso een doek? Hier, ik ben jullie heel veel vragen aan het stellen, boer. Ik ben jullie een beetje aan het toetsen. Of jullie wel goed hebben opgelet. Waarvoor zijn die doeken? Ik snap dat niet. Ja, ik heb oprecht geen idee. Oh, crap. Deze staat natuurlijk niet vast. Ja, dat vind ik altijd het nadeel aan grote apparaten kopen. Die staan zeg maar niet vast aan de achterkant. Dus die draaien niet exact mee. Ja, daar ben ik niet zo goed mee. Daar ben ik echt niet zo goed mee. Oké, dan gaan we deze even unfolden. Even kijken of deze nog een zieke animatie heeft. Nou, als je hem naast dat andere ding zet, lijkt dit nogal mini. Maar even kijken. Oh, damn. Wow, ik vraag me ook af waarom die bak ook zo is. Waarom is het niet gewoon een rechte bak? Dat is meestal zo bij andere seeders. Dan is het echt zo'n rechte bak. Oh, nu is het ook gewoon een rechte bak. Oh, dat was zodat hij uit kon klappen. Wauw, deze mechanismen zijn echt sick. Alleen ik denk alleen maar van, yo, gaat dit niet gewoon kapot na een paar keer? Oké, kan die ook nog aan? Want het lijkt me niet dat dit gewoon aan het planten is. Oh, jawel! Oh my god, dit is zo sick. Dit is zo sick. De aardappelen gaan dus vanuit deze bak hierheen. En dan gaan ze op een lopende band naar boven. En ze hebben allemaal een eigen bakje. Het gaat zo per aardappel. Ik weet dat het logisch is, maar dit ziet er zo leuk uit. Het lijkt gewoon op eieren. Maar waarom worden ze dan zo precies geplant? Waarom komen ze ook van boven? Waarom gaan ze niet gewoon naar beneden? Sorry, ik heb zoveel vragen, maar ik ben zo geïnteresseerd erin. Want hier, kijk, die sporen zien er ook heel anders uit. Hier, en dan... Ja, hij plant al. Oké, dat gaat snel. Wauw. Oh mijn god. Ja, ik zie dit allemaal voor het eerst. Deze sporen zien er zo satisfying uit. Kijk dit. Oh, joh, dat is echt geweldig. Yo, dit is voor mij echt een hele nieuwe ervaring.
kijk dit. Ik ga voortaan alleen maar aardappelen doen. Hiervoor kan ik trouwens wel even een worker. Ik denk wel dat dat werkt. En dan doen we op het laatst hier nog even de zijkanten. Maar wauw. Ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe het eruit ziet wanneer het is gegroeid. Want dat heb ik nog nooit gezien in farming. Ik ga meteen na deze video kijken naar aardappelen in het echt. Ik snap dat heel veel mensen aardappelenboer zijn. Dat is echt geweldig. Hier, dit zit met kettingen vast. Zie je dat? Waarom is dat dan? En deze wieltjes zien er ook zo apart uit. Oké, trouwens, dit ding moeten we misschien wel even uitklappen. Zo, oh hier. We groove in. Oké, zo. Oh shit. Er zijn zoveel bewegende delen. Hoe dit ook allemaal inklapt. Wow, en daar binnen klapt. Wat? Kijk dat daar aan de zijkant. Oké, dat is heel smooth. Die panelen gaan open en dan klapt het uit. Dan gaan we voor nu maar gewoon even een nachtje slapen. Even reflecteren op de dag. Maar even kijken, hoe zien de aardappelen eruit? Volgens mij zien ze er prima uit. Oh, maar ze groeien in het midden van dit stuk. Ik dacht ertussen. Oké, dat ziet er best wel cool uit. Even kijken. Oh, kijk, er zit nog wat fertilizer in. Nou, dan spuiten we dit er even overheen. Oké, dan is het als het goed is nu 100% fertilizer. Want dit worden de beste aardappelen van het dorp. Jullie gaan echt smullen van de aardappelen die jullie op je bord krijgen. Kijk, ik ben toch echt een professional. Er zijn vast boeren die kijken, die denken, wauw, dit had ik echt nooit verwacht. Dit is echt een natural. Normaal gesproken heb je als het goed is als je zaait, hou je zeg maar een stuk vrij waar je banden zijn. En zo creëer je sporen in het land. En daar kan je elke keer weer overheen rijden. Zodat je niet over je verse aardappelen heen rijdt met je megabanden. Volgens mij is het zo. Don't quote me on that. Die druiven trouwens. Als jullie nog een update willen hoe het met de druiven gaat. Ik weet dat sommigen van jullie echt graag updates wilden. Ja, dit is het. Ze zijn dood. Dit snap ik niet waarom er host staat. Want ik heb het gewoon opgezocht. En volgens mij is dit gewoon goed. Weet je wat? Het zal wel een yield bonus van 92 vind ik echt prima, Jima. Want volgens mij om het 100% te krijgen moet je ook rollen. Dat doet niemand. Trust me, ik zit in de community. En 92% yield bonus is prima. Ik wil gewoon gaan harvesten namelijk. Want dat gaat echt ultiem satisfying worden. Hier, lekker bandenspoor over je aardappel. Het zal wat zijn, hè, als je over je aardappel gewoon een bandenspoor ziet. Oké, even kijken. Jij bent nog niet klaar. Maar zijn ze al in een nieuwe groeifase? Ja, nu hebben we medium weeds. Ik heb deze letterlijk net weggehaald. Ja, deze mensen, die krijgen geen fijne aardappelen. Oké, maar in principe, hier, hij is klaar. Dan kunnen we gewoon meteen gaan slapen. En als het goed is, zijn ze dan dus ready to harvest. En dan kunnen we eindelijk dat ding van 600.000 euro gebruiken. Die nu een beetje staat weg te rotten. Even kijken. Ja, anders doen we er gewoon lekker twee keer over. Even kijken, gaan mijn aardappelen stuk? Ja. Ja, ze gaan hartstikke stuk. En het ziet er ook zo lelijk uit wanneer je harvest. Oh, daar kan ik zo slecht tegen. Daar kan ik zo slecht tegen. Maar goed dat ik het had uitgetest. Anders hebben we echt een half veld verloren. Oké, dat is misschien een beetje overdreven. Maar je kan mij niet vertrouwen in een trekker. 3, 2, 1. Schoot! Oh, shit. Ja, perfect. Oké, bam. Spannend. Spannend. Oké, even kijken. Ja, dat ziet er perfect uit. Of zijn ze dood? Zien er nogal dood uit. Here we go, mensen. Hier ben ik echt hyped voor. Want dit is echt een joekel. Stel, dit zie je langs de kant van de weg. Helaas zie je dit nooit. Maar ik zou dan echt mesmerized zijn. Dit voelt best wel badass als je in die cabine zit, denk ik. Oké, here we go. De harvester staat aan. En kijk eens even aan. Oké, als het goed is ben ik ze niet aan het slopen. Oh ja, kijk dit. Er worden dingen achtergelaten. Wat? En wat is dat dan? Wat het laat vallen? Oh, dat is volgens mij gewoon aarde. Ja, en foliage. Oh, kijk, het is ook aan het opvullen. Oh, en je kan de aardappelen zien. Oh, wat cool. Nee, ik ben helemaal niet aan het opletten. Wacht, ik zet wel eventjes een worker aan. Kijk dit. Oh, dit is nog zoveel sicker dan de druiven. Dit is denk ik wel het sickste wat ik ooit heb gedaan in farming. Aan de ene kant is deze machine wel gemaakt voor een klein land. Want dit duurt echt heel erg lang. Dit heeft letterlijk een mindere werkbreedte dan die cultivator van 1000 euro of zo. Ik denk dat we nu maar eventjes een worker inhuren. Want dan kunnen we hem even bewonderen. Kijk dit. Hij ziet er zo badass uit. Dit ding is echt groot. Oh, en je kan dit hier ook onder zien. Oh, maar hoe werkt dat dan? Oh, dat is gewoon een lopende band die rondloopt. Oh, jeetje, ik word bijna geplet hier, joh. Dan doen we nu eventjes het zeil open. Hoppa, de cover. En dan rijden we nu eventjes naar dit potato ding toe. En als het goed is, kan je hem dus net zoals een normale combine er gewoon naast rijden. Maar volgens mij ziet het er bij aardappelen heel erg cool uit. Want dan gaat dus ook die lopende band. Werkt dat? Ja, ja, ja. Oh mijn god.
Oh, dat ziet er zo sick uit. Dat zijn echt een stuk meer aardappelen op die hele lopende band dan in die bak. Oké, wow. Dat zijn heel veel aardappelen. Dat is letterlijk een half veld. En dat is een hele trailer vol. Een half mini-veld. Want normaal gesproken heb je met één heel veld echt 50%. In dit spel tenminste. Ik heb het niet over het echte leven. Oké, deze droppen we maar meteen in de silo. Hoppakee. Oké, blijkbaar kunnen deze ook niet in de silo. Waarvoor is deze silo dan wel? Oké, het zal wel. Dan laten we die gewoon hier staan. Dan hebben we in ieder geval dat ook meegemaakt. Dan zitten we zo meteen met een volle potato harvester. Ik neem niet aan dat je daarmee gewoon naar een groothandel kan gaan. Of weet ik veel waar je dat aflevert. Ik neem niet aan dat je met dit ding aan kan komen. Maar kijkers, ik denk dat we inmiddels al een expert zijn op het gebied van aardappelen. Pas je een beetje op met dat apparaat? Nee, maar ik denk dat we inmiddels al wel een expert zijn op het gebied van aardappelen. In de volgende video doe ik weer iets nieuws. Ik heb genoeg gezien. Ik heb alles gezien. Ik ben een expert. Kunnen de boeren in de comments mij even beoordelen? Heb ik het goed gedaan? Kijkers, ik hoop dat jullie deze video van Farming Simulator 2022 super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!